Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, regering, bond en directie Telesuur om de tafel. Bibis-directeur Truideman belicht voordelen visumvrij reizen. CLO-bestuur pleit bij president voor nieuwe loonreeks, ambtenaren en ziekenhuispersoneel. Rotary Suriname staat stil bij obesitaspreventie bij kinderen. En hoe herken en voorkom je COVID-19? Een vertegenwoordiging van het telecommunicatiebedrijf Suriname Telesuur, bestaande uit het bondsbestuur en enkele directieleden, heeft op dinsdag 19 oktober een onderhoud gehad met de regering. Partijen hebben zich onder meer gebogen over de noden waarmee het bedrijf kampt. Regering, bond en directie zijn het allen met elkaar eens dat Telesuur weer gezond gemaakt moet worden. Voor volgende maand staat er een vervolgmeeting op het programma. Minister Albert Jubitane van Transport, Communicatie en Toerisme stond de communicatiedienst Suriname CDS als volgt te woord. De bond heeft een aantal aandachtspunten onder de aandacht gebracht. Ze hebben daarvoor ook hun redenen aangegeven. Niet alleen beleidsissues, maar ook operationele zaken waarvoor ze aandacht vragen. Eén is het voortbestaan en eigenlijk gaat het daarom, het voortbestaan van Telesuur. Recent hebben we dus ook mogen vernemen dat Telesuur in zwaar weer verkeert. Dus we willen dat dit bedrijf ook blijft voortbestaan. Dus we moeten ook de juiste maatregelen, maar ook de juiste zaken gaan bespreken die ertoe doen. Dit moment is er dus geweest waarbij met de directie, met de clusterminister, minister van Financiën was er dus ook bij, en minister van Bibis, de vicepresident, de president en vertegenwoordiger van de RVC, dat wij dit allemaal niet alleen aanhoren, maar ook onze inzichten meegeven, samen met de bond. En ja, ik meen te zeggen dat we op één lijn zijn, misschien een andere aanpak of zaken die anders belicht zijn, maar de intentie is om gezamenlijk dit bedrijf niet in een vervelende positie te laten komen. Nou, we hebben eerste week november een meeting waarbij de aandachtspunten die zijn aangekaart, dat wij die dus in de tussentijd samen met de directie, samen met de raad, dat wij verder beleid formuleren en zaken die uitgewerkt moeten worden, dat die ook transparant worden gemaakt richting de bond, want ook de medewerkers hebben recht op de informatie die de bond acht. Dus tegen de eerste week november zullen we dan weer in deze setting bij elkaar komen om hetgeen er waarvoor is aandacht is gevraagd, met name het voorbestaan, hoe gaan we dat allemaal invulling aangeven. En daar is er ook een plan vanuit de directie met ondersteuning van de raad. Maar dan geven we de bond daar veel meer transparantie, veel meer informatie over. De koersverschillen, omdat ze nu niet marktconform, de kostprijs is niet marktconform. Dus alles, het heeft verder invloed op de algehele bedrijfsvoering. De inkomsten die zijn dus niet evenredig. Zoals ja, dat is eerder is aangegeven. Dus wat Telesuur, de directie, aandringt, maar ook terecht, laat me dat erbij vermelden, is dat de prijsaanpassing marktconform dient te geschieden. Dat is het traject dat er reeds is uitgewerkt, ook is ingezet. Presentaties zijn verzorgd aan de Raad van Ministers, aan de Regeringsraad en recent nog aan het tripartiet overleg. Om iedereen erbij te betrekken en waarvoor gaan we, waarvoor kiezen we. En om het bedrijf te redden zullen we marktconform moeten gaan. En dat hebben we ook drie maanden terug aangegeven. Dat uit deze situatie komen dat we heel vroeg al gaan moeten ingrijpen. En dat is dus ingaande november dat we stapsgoed
geweest richting gaan het actualiseren van de aanpassen van de tarieven richting marktconform. Personen die geboren zijn in Suriname en in het bezit zijn van een andere nationaliteit kunnen vanaf 1 oktober 2021 visumvrij reizen naar Suriname. Deze maatregel heeft de Surinaamse overheid genomen met als doel het duurzaam maken en vergroten van de rol van diaspora in de ontwikkeling van Suriname. De doelgroep kan in aanmerking komen voor een verblijf van maximaal 6 maanden op Surinaams grondgebied op vertoon van een geldig paspoort. De communicatiedienst Suriname sprak hierover met Luciano Truideman. Hij is directeur algemeen beheer en consulaire zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Hij gaat in op de voordelen van deze maatregel. Met betrekking tot het visumvrij reizen van personen die in Suriname zijn geboren en thans een andere nationaliteit hebben. Het is niet voor iedereen, niet voor alle buitenlanders, maar voor mensen die in Suriname, dus een binding hebben met Suriname. Onze diaspora, zogezegd. Deze maatregel gaat tot de tweede graad. Dus mensen die hier zijn geboren, die weg zijn gegaan en die vervolgens hun kinderen hebben gekregen. Die kinderen komen daar ook in aanmerking voor deze maatregel. Ook natuurlijk één persoon, dus als één persoon slechts geboren is in Suriname, weg is gegaan, kinderen heeft gemaakt met een buitenlander, dus een vreemdeling die niet hier is geboren, komt die vreemdeling daar ook in aanmerking, dus de gehuwde personen. Het is een goede maatregel, het is een maatregel gebaseerd op ons beleid voor wat betreft het faciliteren van het personenverkeer naar Suriname. U moet weten dat we een heel groot deel van onze mensen in het buitenland hebben. Dus die eigenlijk ook behoren tot een deel van Suriname. Ze zijn om de een of andere redenen in het verleden vertrokken. Maar ook kort in het verleden gaan mensen weg. Mensen zijn voor 75 weggegaan. Mensen zijn ook na 75 gegaan en deze mensen zijn ook een deel van Suriname. Ze hebben misschien niet meer de nationaliteit, maar ze voelen zich één met Suriname. Dat is het belangrijkste, hè? Dat je je nog Surinamer voelt. En in dit geval heeft de regering dus gemeend van deze groep mensen, dus onze diaspora, gebruik te maken. En het reizen makkelijker te maken naar Suriname. Dus de beperkingen eigenlijk weg te halen, de hurdels die ze ondervonden weg te halen. Dat men gewoon op het vliegtuig kan stappen en naar Suriname kan reizen. Natuurlijk moet je bepaalde documenten kunnen overleggen. Dat is het paspoort waarin staat dat je in Suriname bent geboren. En voor de mensen die die rechten zullen ontlenen van hun ouders, dus de kinderen die zijn geboren in het buitenland, die moeten dan natuurlijk kunnen aantonen met een geboorteakte of een uittreksel dat ze dan tot dat gezin behoren. Dan zouden ze kunnen afreizen. Maar op dit moment hebben we slechts voor de eerste categorie, dat is de categorie van personen die in Suriname zijn geboren, hebben we het reizen zonder visum mogelijk gemaakt. Het tweede gedeelte, dat zijn de mensen dus die zijn geboren in het andere land, dus niet in Suriname. Die zullen dan in de tweede fase aan de beurt komen. Er zijn nog wat administratieve zaken die we in orde moeten maken om dat mogelijk te maken. Ja, mensen maken reeds gebruik van deze mogelijkheid. Vanaf 1 oktober maakt men al gebruik van. En dat merken we ook hoor, in de visumaanvragen van dus vooral mensen die uit Nederland komen, dat merken we zeker wel. Ook de rapportages vanuit de immigratiedienst tonen aan dat mensen er gebruik van maken. En er is natuurlijk een wisselwerking tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken, het consulair departement en het ministerie van Defensie, de immigratiedienst, dus de MP, om dit allemaal in de gaten te houden. Punt 1 is makkelijk. Je moet in Suriname zijn geboren, dat is 1. En een tweede, zoals ik zei, voor de tweede fase zijn de mensen die dus geboren zijn uit iemand die in Suriname is geboren of
ouders die in Suriname zijn geboren, dan zou je gewoon moeten overleggen je paspoort of een geboorteakte of een uittreksel. Dat zijn de documenten die je eigenlijk zou moeten overleggen. Het nieuwe bestuur van de Centrale van Lanzinare Organisaties, CLO, heeft aandacht van president Chandrika Persat Santokhi gevraagd voor een nieuwe loonreeks voor de Algemeen Ambtelijke Dienst en het ziekenhuispersoneel. Deze twee groepen zijn sinds onderhandelingen van 2018 achtergebleven en nog niet ontkoppeld uit het functieinformatiesysteem van de overheid, FISO. Het nieuwe bestuur bracht op maandag 18 oktober een officieel kennismakingsbezoek aan het staatshoofd. En wij spraken CLO-voorzitter Michael Miskin. We hebben een constructief gesprek gehad met de president. We hebben afspraken kunnen maken. We zijn ook nog bezig, terwijl we dit interview doen, was ik dus bezig met het uitwerken van de afspraken. Ja, u zegt er zijn afspraken gemaakt. Welke afspraken zijn gemaakt? Nou, dus we hebben akkoorden gesloten met de regering, voormalige regering. En de regering, deze regering zit dus al een langer dan een jaar aan. En we willen toch wel praten over hoe wij dus deze akkoorden stapsgewijs gaan uitvoeren. Ja. Los van de akkoorden, wat is er allemaal besproken met de president tijdens deze kennismakingsbezoek? Nou, we hebben natuurlijk eerst alle bestuursleden aangekondigd. We hebben de namen genoemd van alle bestuursleden. En we hebben brandende zaken die natuurlijk spelen. We zitten in een moeilijke periode. Hebben we aangekaart. De president heeft zelf ook de zaken die hij in anderhalf jaar heeft gerealiseerd in vogelvlucht aangegeven. En wat nog in het verschiet ligt. Die zaken hebben wij besproken. We hebben ook zaken besproken regarderende het tripartiet overleg. Een aantal zaken aangehaald. Wat de verwachting is. En de werkzaamheden die daar uitgevoerd worden. U moet ook weten dat voorafgaand aan dit gesprek het tripartiet overleg op 13 september is geïnstalleerd. En niet op 15 september is geïnstalleerd. En dat ik toen ook als voorzitter van de CLO zitting mocht nemen in het tripartiet overleg. Dus dat hebben we dus toen meegenomen. We hebben de president op de hoogte gesteld natuurlijk daarvoor van dat er een nieuw bestuur is gekozen. En we hebben daarna een schrijven gericht aan de president dat wij dus ontvangen willen worden voor een kennismakingsgesprek. Zodat wij dus de werkzaamheden van de CLO weer kunnen opstarten. U weet, er is een hele periode, bijna een jaar lang of iets langer dan een jaar, vanwege dispuut in de organisatie. De werkzaamheden niet helemaal tot hun recht konden komen. Maar nu willen wij dus die start maken om dus het werk echt te laten lopen. Waar zal de CLO zich voornamelijk op richten? De CLO richt zich voor nu vooral, dus de afgelopen periode. U weet dat in de periode terug 16 juli in de gezamenlijke vakbeweging waar ook de CLO deel van uitmaakt. Is er een pakket ingediend en vanuit dat pakket hebben we toen onderhandeld met de regering. Er is uiteindelijk, nadat de regering 1000 SRD had gegeven in juni, in september ook weer 700 SRD vrijgekomen in september na onderhandelingen. En nu zit dus CLO samen met de andere vakcentrales, met het bedrijfsleven en de overheid in de tripartiet overleg om te kijken hoe wij verder kunnen gaan. We hebben 5 topics in het tripartiet overleg. Koopkrachtversterking is er 1, belastingverlichting, sociaal vangnet, werkgelegenheid, prijsbeleid. Die zaken, daar zitten wij dus op het niveau met elkaar te praten. Maar natuurlijk zijn er ook de specifieke CLO-zaken die er spelen en die zich een beetje hebben opgestapeld, die wij met de president en met zijn werkarmen willen doorspreken. De Rotary Suriname heeft in 2020 een langdurig project geïntroduceerd, namelijk het Childhood Obesity Prevention Programma. Als onderdeel van dit programma organiseren de Rotary Club Paramaribo Centraal
op maandag 18 oktober een publieke lezing getiteld Plant wat je eet en eet wat je plant. Deze activiteit stond in het kader van de Wereldvoedseldag op 16 oktober jongstleden. Diëtiste Cindy Jane Wezenhagen geeft meer informatie hoe met gezonde voeding obesitas te voorkomen bij kinderen. Er zijn veel kinderen die geen of weinig bewegingen krijgen. Misschien omdat het niet veilig is in de buurt om op straat te spelen. Maar natuurlijk moeten we het probleem van de devices en tv niet onderschatten. Gemiddeld het zijn dat kinderen gemiddeld 3 uur of meer naar tv kijken. Het gamen natuurlijk. En het gamen is niet alleen maar dat, heeft niet alleen tot gevolg dat daardoor kinderen misschien minder bewegen. Maar het kan ook het voedingspatroon beïnvloeden doordat ze onregelmatig gaan eten. En dan zo in die game bezig zijn dat ze vergeten om een bepaald tijdstip te eten. En dan achteraf gaan inhalen en dan gaan snacken. Dus het heeft tot gevolg dat kinderen minder gaan bewegen. Maar ook dat het hun voedingspatroon, hun eetpatroon negatief beïnvloedt. Kijken we even naar de volgende slide, naar andere risicofactoren. Dus voeding en beweging zijn natuurlijk de hoofditems als het gaat om het risico op overgewicht. Maar de omgevingsfactoren moeten we niet onderschatten. Veel kinderen gaan, zeg maar, worden na school opgevangen door opa en oma. En opa en oma willen het kind verwennen door het allerlei lekkers te geven. Kinderen die inderdaad misschien bij opa en oma of bij de oppas warm eten en daarna naar huis gaan. Daar ook weer warm eten, dus 2 warme maaltijden per dag, waardoor de calorie-inname nog hoger wordt. Veel ouders die meerdere banen hebben, hè, dat is de economische situatie op dit moment. Ouders die weinig thuis zijn en enerzijds geen toezicht houden, of er is weinig toezicht op het kind, waar het kind allemaal eet. Maar anderzijds, ook worden kinderen soms verwend. Zeg maar door het gebrek aan quality time worden de kinderen op die manier verwend door ze lekkers te geven, door ze snoep te geven. Psychologische factoren natuurlijk, als er veel stress is, kunnen sommige mensen dat wegeten. Dat gebeurt soms bij volwassenen, soms ziet het kind dat ook. En natuurlijk de voorbeelden die worden gegeven thuis. Weet je, is het kind in de omgeving waar het goede voorbeeld wordt gegeven? Of eet iedereen thuis voor de tv? Of is het de bedoeling dat het kind, 1 kind op dieet is, zoals het vaak wordt gezegd, maar de rest eet gewoon mee. Dus het is heel belangrijk dat de omgeving van het kind in lijn staat met, zeg maar voor die gezonde voeding. De sociaal-economische factoren zijn natuurlijk ook belangrijk. Sommige mensen hebben gewoon een heel beperkt budget en kunnen dan niet alles kopen wat ze zouden willen kopen. Kiezen voor voedingsmiddelen die veel calorieën hebben of die goed vullen. En niet per se altijd de gezonde dingen zijn, de gezonde producten. Volgende slide, waar moeten we naartoe? Ik heb het ondergebracht in eigenlijk 3 hoofditems. We moeten de calorie-inname beperken van deze kinderen. Natuurlijk minder gesuikerde dranken, minder suiker, minder zoet, minder vet. En wat ook belangrijk is, zijn de portiegroottes. Een kind bij elke leeftijd en lengte hoort een bepaalde hoeveelheid calorieën die een kind nodig heeft. En zeg maar, kinderen zouden kennis daarvan moeten krijgen van oké, wat is goed voor mij? Hoeveel calorieën, hoeveel rijst, groente, etc. heb ik per dag nodig? Verder is het heel belangrijk dat kinderen meer groente en fruit gaan eten. Ik zei het al, als mensen dat leren om zelf te planten, kinderen bijvoorbeeld, maar ook het hele gezin, kan dat bijdragen aan minder overgewicht. En natuurlijk meer bewegen. De richtlijn voor kinderen is minimaal 1 uur per dag bewegen. Beweging hoeft niet per se intensieve sport te zijn, maar gewoon lekker buiten spelen. Zoals we vroeger Jules speelden en Ella speelden, moeten kinderen ook steeds meer buiten gaan spelen. Dat kan men doen door bijvoorbeeld regels te stellen voor hoe lang een kind op een device mag spelen per dag. En wat heel belangrijk is, daarmee wil ik afsluiten, is dat het niet alleen om het kind alleen gaat. Het is heel belangrijk om het family-based te doen. Society-based, dus ook de school feeding programs zijn belangrijk.
Dat het kind ook op school al leert van wat is gezonde voeding. Maar ook het hele gezin moet daaraan meewerken. En natuurlijk hebben we ook de, maar dat is een groter punt, ook vanuit de overheid ondersteuning en misschien zelfs wetgeving, de voedingsmiddelenindustrie. Maar het is in ieder geval een groot probleem dat zeer zeker aangepakt moet worden, zodat we naar een gezonder Suriname toe kunnen gaan. De meeste mensen die besmet zijn geraakt met het COVID-19-virus hebben luchtwegklachten zoals hoesten of kortademigheid en hoge koorts. Daarnaast kunnen spierpijn, verwardheid, hoofdpijn en keelpijn optreden. Niet iedereen voelt zich ernstig ziek. De meeste geïnfecteerde personen herstellen binnen een paar dagen. Zo'n 17% heeft ernstige tot zeer ernstige klachten. In 2% van alle gevallen is de ziekte dodelijk. Er zijn ook gevallen van jonge en gezonde personen. Maar met name ouderen en mensen die verzwakt zijn door onderliggende aandoeningen lopen een verhoogd risico. Dat geldt voornamelijk voor personen met hart- en vaatziekten, diabetes en chronische longpatiënten. Het is dus raadzaam dat u zich beschermt tegen dit virus. Voorkom besmetting door u te houden aan de Mohana-voorschriften. Was uw handen, houdt u 1,5 meter afstand en vergeet uw mondkapje niet. Weet ook dat u door het prikje te nemen niet alleen uzelf, maar ook anderen beschermt. Laat u zich dus gauw vaccineren. En zo zijn we weer gekomen aan het eind van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.